Ik wil er een keer zoeken of dat Black Stories online vindt. Oh ja, zoek eens. Pim, kunt jij Pim, wilt jij een keer zoeken? Ah ja, zoek eens, hè. Hoe noemt dat Black Stories online? Je hebt echt niet veel nodig, hè. C zegt een statement. We moeten achterhalen wat er gebeurd is. Dus wij mogen vragen stellen om de beurten en zij mag enkel met ja of nee antwoorden. Is dat C? Heb ik het goed uitgelegd? Maar je moet heel het verhaal juist hebben, hè. Oké. Ik heb de eerste statement. Het heet de lift. Toen een vrouw met de lift naar boven wilde, wist ze dat haar man dood was. De lift staat buiten bedrijf. Een vrouw wist dat haar man dood was als ze met de lift naar boven ging, maar de lift was buiten bedrijf. Dus daardoor wist ze dat haar man dood was. Ja. Haar man zat vast onder de lift. Nee. Zat haar man met zijn hoofd vast in de opening van de lift? Nee. Was de man de reparateur van de lift? Nee. Oké, want hij was niet hersteld. De lift werkt niet. Maar zij gaat wel met de lift naar boven. Zij wou met de lift naar boven. De lift ging maar niet. Maar ze zag, de lift is buiten gebruik. En toen wist ze, mijn man is dood. Het licht werkt ook niet. Was haar man elektricien? Nee. Ja, haar man was elektricien. Stond haar man op het dak toen dat er een grote bliksem insloeg? Nee, de man staat niet. Is de man van de trap gevallen? Want de lift werkte niet. Dus hij moest de trap nemen. En hij is ervan gevallen. En hij is dood. Hij is niet gevallen. Hij is geduwd. Pot was, maar het kan wel zijn dat hem daarvoor al gevallen was. Wat? Die snap ik nog niet. Hij lag dood. Het is niet specifiek dat hem... Er was iets met die mens. Ja. Dus de lift werkte niet, de elektriek werkte niet. Voilà. Ah, die had zo'n haat. Ja. En wat, Pim? Want ik had het niet gehoord. Was hem zo in leven gehouden aan een machine of zo? Ja, of in zijn huid? Ja. En omdat een elektriek is uitgevallen, leeft hem niet meer, hè? Ja, voilà. Punt voor Pim. Ik heb al een punt, of wat? Ja. Hij schrijft allemaal op dat ik een punt heb. Oké, de schietpartij. Een man stierf tijdens een wilde schietpartij, hoewel hij niet neergeschoten werd. Zat hij in een auto? Hij zat wel, maar niet in een auto. Is tijdens de schietpartij de stoppenkast geraakt en is de stroom uitgevallen en is zijn ijzerblok uitgevallen? Nee. Oké. Was het drugs dat ze aan het schieten waren? Nee. Niels is ook de enige mens die dat een schietpartij noemt, hè. Ja, ik heb nog wat drugs schieten. Ik had het verkeerd verstaan. Ik weet niet wat dat drugs mensen gebruiken. Twee van zijn grootste schietpartij. Oké, we doen verder. Was hij op een paard en is zijn paard neergeschoten? En is hij er dan afgevallen en doodgegaan? Nee, hij zat niet op een paard, maar hij zat wel. Maar zat hij in een vliegtuig waar dat de piloot is neergeschoten en het vliegtuig is neergeschoten? Nee, het is niet in de lucht, op de grond. Heeft hij een hartstilstand gekregen? Van het verschieten. Wacht, wat zei je? Hij is verschoten. Hij is verschoten. Ja, er is iemand dat verschoten is. Als een paard waar dat de mop zat. De persoon zat neer en iemand anders is verschoten. Pang, 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 pang. Dood. Hij heeft kruid ingeademd. Nee. Is hij ontploft? Ik zal nog een tip geven. Ja, geef dus nog eens een tip. Dus de man die gestorven is... Zat neer. ...was zichzelf aan het verzorgen. Het was een beetje me-time. Hij was zich aan het scheren. Bijna. Hij werd... Hij werd geschoren. Met... Een scheermes. Ja. En? En de kapper of de barbier die hem aan het scheren was, verschoot. En hij heeft zijn slagader omgedaan. Ja. Hey. Hij doet slak. Punt voor mij. Misschien geef ik te veel dienst. De titel is Veel geld. Een vrouw vond 500 euro in een boek en pleegde uit wanhoop zelfmoord. Die 500 euro, was dat veel geld voor haar? Dat doet er niet toe. Ik zou wel blij zijn met 500 euro. In dat boek stond, je krijgt 500 euro als je zelfmoord pleegt. Nee. Vlatje? Vlatje is dood. Mevrouw had een elektriciteitsrekening van 600 euro. En 500 euro was niet genoeg om de elektriciteitsrekening te betalen. En haar man, die aan een ijzeren long lag, ging sterven omdat ze de elektriciteit gingen afzetten. En dus heeft ze zelfmoord gepleegd. Nee. Had gekund, hè? Ja, dat had gekund. Was dat geld voor haar bedoeld? Het kon voor eender wie bedoeld zijn die het boek opende. Ze had meer nodig. We hebben toch allemaal meer dan 500 euro nodig? 500 euro ben ik al content, hè? Ja, dat is wel content.
interessant. Was er een, is er een andere persoon in het verhaal gemoeid die we nog niet weten? Nee, en dat is ook het trieste. Was dat boek van iemand dat dierbaar was van haar? Goh, dat zou je wel kunnen zeggen. Het was van haar dochter of zoon die zelfmoord had gepleegd en daarin stonden de foto's met hun laatste geld. Nee. Dus ze is in de stadsbibliotheek, ze vindt dat boek met 500 euro in en ze pleegt zelfmoord. En heeft die 500 euro echt mee te maken? Ja, ja, het heeft er wel mee te maken. Ze was in Amerika en daar aanvaarden ze geen euro's. Nee. En wat deed ze in de stadsbibliotheek? Weet je dat? Ik weet niet, wat doet je in de bibliotheek? Ja, ja. Ze zocht het geheime gangen om te poepen. Ah, oké. Okay. Dat is niet waar, van de poepen. Ze was niet op zoek naar ergens een speciaal soort boek. Ze was op zoek naar dit boek. Is het een fictieboek? Ja. Maar dat doet je niet. Dat ik weet het niet. Het is een vrouw. Ze is in de stadsbibliotheek en ze zoekt specifiek naar dat boek. Ze vindt er 500 euro in en ze maakt zich van kant. Waarom zou je van kant maken als je 500 euro vindt in een boek? Ja, je gaat toch eerst een keer eten. Dat betekent dat dat boek ja? nooit gelezen... Ja, het ja. was haar eigen boek! Ja! Ja! Wauw. Maar ik weet nog steeds niet welk boek het was. Als het een waar gebeurd boek was, dan had ik dat nooit gezegd. Hè. Okay. Als dat fictie is, dan weet ik, ja, dat is iets van een schrijver. Ja, maar zij is de schrijfster. Ja, zij had ons dat ook in het begin kunnen zeggen. Hè, dat was... Het noemt Onder een palmboom. Het was de droom van een man om onder een palmboom te leven. Helaas was hij de kat vergeten. De kat zat in de palmboom en heeft op hem gescheten en daardoor is hij doodgegaan. De man is niet gestorven. De persoon wil onder een palmboom leven? Hij wil eigenlijk gewoon op een eiland zitten. Niet specifiek onder een palmboom. Hij wil op Cabo Verde wonen. Op een eiland is Cabo Verde. Maar hij is de kat vergeten. Hij is de kat vergeten. Is Cabo Verde. Oh. Leeft de man? De man leeft. En hij heeft geen ijzeren long. De kat of de man? Iemand moet hier een ijzeren long hebben, anders lijkt de mij... De kat is een dier van zijn vrouw. En eigenlijk wil hij weg bij zijn vrouw, maar de vrouw wil niet weg zolang dat ze een kat hebben. Je bent op het goede spoor. Het heeft wel iets te maken met zijn vrouw. De kat heeft beginnen miauwen toen dat hij probeerde weg te glippen van zijn vrouw. Bijna. Hij heeft iets met zijn vrouw gedaan. Hij wou zijn vrouw vermoorden. Ja. En die kat heeft hem gewoon zo neig toegetakeld. Nee. Die kat is ging miauwen en begingen te schijten zodat dat stonk. En dan zijn de buren erachter gekomen en hebben de politie gebeld en die hebben onderzocht. Niet helemaal. Hij heeft nog iets gedaan met zijn vrouw. Denk aan de Raven. Nee, niet de Raven. Telt heel hard. In de diepvriezer gestoken? Aan de kat gegeven. Wie is er het dichtste bij? Niet in die bevoren, maar... Zeg je theorie nog. Hij heeft zijn vrouw vermoord. Ja. Hij heeft niet achter zijn kat gelet en hij is vertrokken. En zijn kat, ja, dat begint te stinken. En dan heeft de buren gezegd, kom, we bellen. Ik ga het goed rekenen. Hij heeft zijn vrouw ingemetseld met die kat. En die kat heeft dat overleefd en begint te miauwen. Zo specifiek. Ik denk niet dat we daar ooit op ja, dus daarom heb ik dat goed gerekend, hè. Het noemt de deur. Toen een vrouw een deur opende, wist ze onmiddellijk wie haar man gedood had. Oh, de moordenaar stond erin. Specifieker. De moordenaar stond letterlijk in het deurgat over het lichaam van haar man. Met een bloedig mes. Nee. Het was veel tijd verstreken tussen de moord en wanneer dat ze de deur opendoet. Was de moordenaar nog aanwezig? Ja. Ze herinnerde zich opeens dat er een camera gericht staat. Het speelt zich af in de 18e eeuw. Dus 1700 en zoveel, hè. Ze deed de deur open. Ze ziet iets en ze weet. Ze deed de deur open en ze zag een asbeste muur. Lag daar een attribuut van de moordenaar in kwestie? Ja, maar wat? De kroon van de koning. Een deur of de voordeur? Een deur. Van een kast? Het was in een kast. Ligt er in die kast een briefje waarop dat staat, ik heb het gedaan. Nee. Ondertekend. Haar man is dood. Hij is vermoord. Maar als ik het woord ga zeggen, ga je het direct weten. Is hij vergiftigd geweest? Nee. Ligt er het wapen? Nee. Het is een persoon, maar in dienst. De melkman? Nee. De schoorsteenveger? Nee. Boer zijn hark? De man is vermoord, zogezegd, voor een reden. Hij heeft iets misdaan en hij is... Het is een beul. De beul heeft hem vermoord. Dus, wat heeft hij gevonden? Zijn gevangenisplunje. Nee. Zijn masker. Zijn masker.
masker, ja. In de 18e eeuw had elke stad zijn eigen beul. De vrouw die in deze tijd leefde, voor de eerste keer bij haar nieuwe kennis over de vloer kwam, ontdekte ze achter een kast door zijn beulskap. Dat is niet wat ik bedoelde. Heeft die man zijn eigen gedood? Nee. Maar de beul heeft dat niet gedood. Ik heb gewonnen, maar je stemt het verhaal niet op. Ik gewonnen. Zij heeft een nieuwe vriend en die vriend is de beul. Dan voor jij nog weten wat er in de kast lag. Zijn kappakke? Je hebt masker gezegd. Ja, ik vond zijn gevangenis plunje goed. Maar nee, hij zat niet in het gevangen. Een crimineel moet in het gevangenis zijn. Die een beul is geen crimineel, hè? Wie was de beul? De beul was een nieuwe vriend van een vrouw. Het was zijn kast. De kast was niet bij haar thuis, maar dat heb ik niet begrepen.